Dag kijkers, van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Bij de Notaris. Het ziet er naar uit dat steeds minder koppels het wagen om in het huwelijksbootje te stappen. Of dat nu zo is of niet, ik vraag het graag eens aan notaris Anthony Wittezaal. Ja, is het zo dat mensen minder snel gaan trouwen en is daar een specifieke reden voor? Ik denk dat het huwelijk, als er iets met meer formaliteiten wordt beschouwd, zo bij het aangaan van het huwelijk, zowel als bij het ontbinden van het huwelijk, en dat mensen daar misschien wat schrik voor hebben. Sowieso, als je gaat samenwonen, dan moet je toch wel een en ander regelen. En er zijn er verschillende vormen van samenwonen. Je zou kunnen zeggen dat het drie doosjes zijn met afzonderlijke regels. Je hebt het doosje van het huwelijk, je hebt het doosje van het wettelijk samenwonen en het doosje van het feitelijk samenwonen. Ja, laten we eens beginnen met het eerste doosje van het huwelijk. Wat zit daar allemaal in? Wel, in het huwelijk heb je, om het heel kort samen te vatten, meer solidariteit en meer bescherming. Dus dat wil zeggen dat je, als je voor het wettelijk huwelijk kiest, dat je een gemeenschappelijk vermogen hebt naast de eigen vermogens, die de goederen zijn die je van voor het huwelijk had of krijgt binnen je familie. In het gemeenschappelijk vermogen komen alle inkomstenvormen terecht. Dat wil zeggen dat als een van de partners stopt met werken, dat de ander nog altijd elke euro voor de helft ziet in zijn deel terechtkomen. Tijdens het huwelijk heb je dus een grotere solidariteit, maar je hebt ook een grotere bescherming. De langstlevende echtgenoot die heeft recht op het vruchtgebruik van gans de nalatenschap van zijn eerststervende echtgenoot. Dat wil zeggen, het vruchtgebruik op alles, niet alleen op de woning, maar ook op de auto, de rekeningen enzovoort. Hoe zit het eigenlijk met het wettelijk samenwonen en het feitelijk samenwonen? Bij wettelijke samenwonst, zowel als feitelijke samenwonst, is het wat losser. Je bent zelf meester van wat je hebt. Als het op de ene zijn naam staat, is het van de ene. Als het op de andere zijn naam staat, is het van de andere. Dus je hebt een desolidarisatie. Dus iedereen een beetje meer voor zich. Bij leven. Bij leven. Bij het overlijden heb je bij wettelijke samenwonst een beperkt erfrecht. Het vruchtgebruik op de gezinswoning. En bij feitelijk samenwonen heb je geen erfrecht dat uit de wet voorkomt. Je moet het zelf regelen met een aanwasbeding, met een schenking of met een testament. Als mensen kinderen hebben, lijken ze toch nog meer te neigen naar het klassiekere huwelijk, zeg maar. Is dat echt zo? Wel, het klopt dat je bij elke persoon moet kijken naar zijn geschiedenis, kijken wat hij in zijn leven gedaan heeft. Heeft hij kinderen, gemeenschappelijke kinderen, niet gemeenschappelijke kinderen? En dat je op basis van zijn verhaal kiest uit welke doos de regels het best toepasbaar zijn. Dus eigenlijk kies je dan welke doos van toepassing is, als het maar geen doos van Pandora wordt. Ja, inderdaad. Dank je wel. Dat is helemaal duidelijk. Anthony Wittezaal. Zo, dat was het wat deze aflevering betreft. In de volgende aflevering gaan we beslist in op een ander thema. Bedankt voor het kijken en tot ziens.